Dit zijn Sarah, Suzanne en Simone. Ze noemen zichzelf Triple S. Van de buitenkant lijkt er niets aan de hand, maar van binnen hebben ze problemen. Bij de dagbesteding vergeten ze die problemen altijd even, omdat ze veel steun hebben aan elkaar. Maar dan staan ze er toch weer even alleen voor. Het gevoel wat ze hebben, geeft ze als het ware een kleur. En die kleur verandert nogal wat op een dag. Ze loopt Suzanne tegen haar communicatie aan. Mam, ik had echt zo'n leuke dag op dagbesteding. Mam? Mam, ik praat tegen je. Hallo? Ben je weer op zoek naar een nieuwe match of zo? Mam, ik heb een berichtje van pap. Ik heb toch gezegd dat ik niet met pap mag praten? Oh, dus nu kan je wel praten. Als je gewoon eens vaker tegen mij zou praten, zou ik het kunnen leren en ook bij anderen kunnen doen. Zo kan ik vrienden maken, maar dat gebeurt dus nooit. Ik haat het hier. Gelukkig kan Suzanne haar ei wel kwijt in acteren en heeft meegedaan aan een online acteerwedstrijd. Een mailtje van Angela Schijf. Wow. Hoi, Angela hier. Wat ontzettend fijn dat jij hebt gereageerd op de online acteerwedstrijd. Er waren echt wel 1000 inzendingen, misschien wel meer. Maar die van jou viel het allermeeste op. Super gaaf. Ik vond het ongelooflijk bijzonder om te zien hoeveel gevoel je in je rol legt. Het leek net echt eigenlijk. Ik weet niet waar deze monoloog vandaan komt. Maar dat je vertelde dat je thuis verwaarloosd bent. En dat je daarom heel erg moeilijk contact kan maken met leeftijdsgenoten. Ja, het raakte me. Het raakte me echt heel diep. Dank je wel daarvoor. En ik kom heel graag een mega coole workshop geven op jullie dagbesteding. Daar houden we gewoon contact over. Ik verheug me. Tot dan. Dag! Ik kan echt niet wachten om het tegen de rest te vertellen. Als ik dat durf. Sarah heeft borderline en kan om de kleinste dingen opeens super boos worden. Ik snap dat je natuurlijk boos bent, maar ik moest je echt uit de situatie houden voordat dingen fout gingen. Ik vind het gewoon moeilijk om me in te houden. Doe maar rustig. Oké. Okay. Dames, nee, tijd voor een tussendoortje. Oh, een tussendoortje. Oh. Daar maak je Simone echt niet blij mee. Dank je. Of Simone ook een tussendoortje wil? Nee, dank je. Je hebt al 2 dagen niks gegeten, is echt niet gezond voor je. Oké. Geef er maar één. De groepsleiding snapt hoe moeilijk dat is voor haar. Ik ben super trots op je dat je dit gewoon doet. Natuurlijk gaat ze dit niet opeten. Dit is toch niet goed voor haar? Hier moet ze straks iets over opschrijven in haar blog. Hey, ik word gebeld. Wie belt mij nou op FaceTime? Hey, hallo. We hebben je blog gelezen en ik vond het zo knap dat ik er zelfs een spreekbeeld over heb gedaan. Wel positief blijven, hè? Echt superleuk dat jullie mijn blog lezen. Snel mee. Doei! Oké, doei! Hey, wie was dat? Er was een klas ergens. Hey, we hebben nog een Snickers voor je achtergehouden. Wil je die? Dat is echt super lekker. Nee. Wat heb je gisteren allemaal gedaan? Ja. Dat stomme kind die fruit gaat vallen en ik word daar zo boos van, hè? Wat heb jij gedaan dan? Ja, gewoon, ik ben boos op haar. Alleen maar door samen te zijn op de dagbesteding voelt iedereen van Triple S zich weer een stuk beter. Maar... Jongens, we hebben de wedstrijd gewonnen. Je kan praten. Wedstrijd? Leg uit. Uitleg? Ik had meegedaan aan zo'n wedstrijd. En als je naar het geef komt,
deurtjes geven. Oh, dat is echt superleuk! Vet, hè? Dat is echt heel leuk. Dat is echt leuk. Leuk mee naar de dagbesteding. Met z'n drieën zijn ze vast sterk genoeg om hun innerlijke kleur te verslaan.